Hallo. Hallo. Hallo, is er iemand? Hallo. 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 Meneer. Helm. Helm, meneer. Hallo. Helm. Kietje. Rustig, rustig. He, he. Zo. Schrok u? Nee. Ik moest zo lachen omdat u riep volk, want er is niemand daar binnen hoor. Oh, dat is jammer. Dat dacht ik eigenlijk al. Ja, dat komt zo. Ik moet een foto laten maken door een fotograaf voor in mijn paspoort. Maar is er niemand op, ben u misschien de fotograaf? Nee, er is hier helemaal geen fotograaf. Oh, dat is ook een klein bedrijf, die is zeker failliet. Dat hou je niet vol, hè. Nee, meneer, luister eens even. Ja? Dit is een foto-automaat. Dat is toch heel makkelijk? Een foto-automaat. Een foto-automaat. Oh, een foto-automaat? Ja! Ik verstond u even niet goed. Ik denk, waar zou ik dat foto? Wel, nee, gewoon foto-automaat. Foto-automaat, ja, dat kan ik wel. Foto-automaat. Dat is lekker, foto-automaat. Maar ja, goed, maar als er geen fotograaf is, dan ga ik maar verder op. Goedemiddag. Meneer, luister wel. U kunt dat hier zelf doen, zelf een foto maken. Oh nee. Oh nee, dat heb ik thuis ook een keer gedaan. Daar komt niks van terug. Dat komt niet, daar heb ik thuis ook. Daar heb ik zo een toestelletje voor me gehouden, zo. En dan drukte ik af, maar dan schrok ik van de flits. Dus ik kreeg hem... Nee, dat is niks. Meneer, hoe keek u toen op die foto? Nou, ik drukte af en dan schrok ik van de flits en ik kreeg hem... Nou, daar kom je ook niet het land mee uit. Nee, dat kan ik zo niet in mijn pas plakken, hè. Dat kan niet, hè. En je komt het land niet meer in, ook. Nee, je gek. Dat kan je wel vergeten. Nee, ja. Luister eens, meneer. Het is hier heel erg simpel. Je hoeft niet zelf af te drukken. Alleen maar een gulden in de gleuf. In de gleuf? Ja, meneer. Er is er een gleuf opzij van de automaat en woep, gulden in de gleuf. Niet de gleuf, hè. Dat is het zo. Dus een gulden erin en dan gaat de flits in vanzelf. Nou, dat ga ik proberen. Dat wil ik toch wel eens proberen. Oké, veel succes. Oh, dan moet je wel een gulden hebben natuurlijk. Ik heb geen gulden. Ik heb alleen een briefje van 5. Kan u misschien wisselen? Ik heb... Nou, ik geloof het wel, want ik heb zelf losse gulden meegenomen. Oh, wacht even. Kijk eens, meneer. Ik heb er 4. Ja? Geeft u mij dat briefje van 5, maar zal ik wel even wisselen? Krijgt u zo die gulden wel, hè? Oké, meneer. Ja, nee, wacht, ho. Wat? Wacht, nou krijg ik nog een gulden. Ik heb van mijn vriend, nou krijg ik nog een gulden van u. Ja, nou, dat zeg ik toch net. Ik moet even wisselen, dan krijgt u die gulden. Ja, maar ik krijg dus nog een gulden. Ja, gaat u nou dat hof in, meneer? Ik doe het allemaal uren gordijntje dicht. U wou er vandoor met mijn gulden? Het wel nee, meneer. Waarom doet u dan het gordijntje dicht? Alleen even het gordijntje dicht, anders mislukt die foto misschien. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Daar heb ik nog nooit van. Ik maak al jarenlang maak ik foto's. Nooit hoeven de gordijnen dicht. Eén keer heb u een gulden van mij. Moet ineens de hele boel verduisterd worden. Dat is wel toevallig. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik sta hier om u te helpen. Dan ben ik een duur hulpje. Dan moet u niet beledigend worden, meneer, want anders stap ik gelijk op. Ja? Ik bedoel het niet beledigend, maar ik vind je moet... Man, ga het hok in, hup. Blijven staan. Ja, ja. Blijven staan. Ja, oké. Okay. Schiet maar op. Hupsakee. Wat doet u nou? Ik kijk even of u er niet vandoor ging. Ach, wat een baan. Nou, kijk nou eens. Hier, kijk eens alsjeblieft. Maar echt, zo'n vierkante kop heb ik toch helemaal niet? Dat is uw kop ook niet, dat is de binnenkant van dat hokkie. Ja, hij lijkt er wel. Ja, die kan ik zo niet in mijn pas plakken natuurlijk. Nee, natuurlijk niet meneer, dat kwam omdat u bukte. Ja, te kijken of u er niet vandoor ging. En toen ging de flitser, hop. Ja. Zij zouden ze de foto goedkeuren als ik zeg dat ik net bukte. Oh, zeg toch niet zulke stomme dingen, ga dat neem ik. Rustig, gordijntje dicht. En blijven staan. Blijven staan! Ja, jongen, niet zo te schrijven! Nou doet u het weer! Omdat u zo schreeuwde! Nou, kijk nou, alsjeblieft! Nou, maar kijk, je ziet het gordijntje wapperen van uw geschreeuw!
meneer. Ja, je moet blijven staan. Daar gaat het nou in. En nou blijf je staan, hoor. Ja, ja. Blijf maar staan. Ja, wat is er nou? Lachen. Huh? Lachen. Lachen? Ja, natuurlijk. Blijf maar staan en vriendelijk lachen. Flitser moet misschien even bijladen. Oh, rustig maar. Blijven staan! Ja. Lachen! Nou, oh, ja. Niet hard op. Nou. Zij kan het zijn dat hij misschien kapot is. Er gebeurt niks. Ik sta maar te lachen, maar er gebeurt niks. Ja, nooit is dat ding stuk volgens mij. Ja, er is hier een bordje. In geval van storing bellen 765. Oh. Daar is het telefoon. Heb ik. Oh, daar moet een kwartje in. Heb u een kwartje? Een kwartje, dan moet ik even kijken. Volgens mij moet ik erop staan. Kijk, een flits. Nou heb ik nog mijn eigen over. Nou ja, wie niet waagt, wie niet wint. Ja, lekker wagen met mijn eigen. Nou zeg, kom. Sta hier om u te helpen, hoor. Ja, nou. Nou, rustig blijven staan. Ja. Lachen. Ja, ja. Oh jee. Wat nou? Hij rolt niet door. Wat rolt niet door? Mijn gulden rolt. Hij zit klem in zijn gleuf. Nou, doorduwen, misschien met een mes of zo. Ja, ik loop met een mes. Ik gewoon ik doorduwen met een potlood. Ja, makkelijk, ik ga hem. Hey, heb je hem nou door? Rek, hij is. Hey, waar bent u? Meneer, waar zit u? Meneer, waarom zegt u nou niks? Ja, ik heb nou wel.